Goedenavond. Vanavond onder andere in 1 op maandag, miljoenenjacht, de dividotievaart weer, de voetbaluitslagen van het weekend en uiteraard het weer met Peter. Op de NAVO-laan in Stadskanaal zijn donderdagochtend 2 fietsers gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Een van de fietsers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Afgelopen donderdag stond er een loods in brand in Veleveen. Het ging om een loods van een bedrijf dat houtsnippers verkoopt. Volgens een woordvoerder van de brandweer, dat met veel materiaal aanwezig was, lag er brandstof in de loods. De brandweer waarschuwde omwonenden uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. De rook was in de wijde omgeving te zien. Aan de Zuiderkanaalweg in Stadskanaal is donderdagavond een Porsche in het kanaal beland en onder water verdwenen. De brandweer werd opgeroepen, maar kon niet veel later terugkeren. De bestuurder was inmiddels uit de auto. Met onder andere een sonarboot werd naar het voertuig gezocht en na ongeveer 2 uur was de auto boven water. Waardoor de auto te water is geraakt, is niet bekend. Een Volkswagen Golf die inmiddels al 7 maanden op een parkeerplaats bij Zorggroep Meander aan de Kaap de Goede Hoop in Veendam staat geparkeerd, zorgt nog steeds voor enige mysterie. De auto van het bouwjaar 1999 heeft enkele beschadigingen en de APK is sinds 2 mei 2020 verstreken. De politie heeft inmiddels verschillende meldingen ontvangen, probeert de eigenaar te traceren, maar weet gelijktijdig te melden verder niet veel te kunnen doen. Een woordvoerder van Zorggroep Meander vertelt dat zij ook op zoek naar de eigenaar van de auto zijn en diegene aan te sporen de auto zo snel mogelijk te verplaatsen. Marga uit Veendam is de winnaar van in totaal 11.000 euro in het tv-programma Postcode Loterij Miljoenenjacht dat zondagavond te zien was bij SBS 6. Linda de Mol maakte bekend dat Marga 10.000 euro won nadat een inwoner van Den Haag de prijs aan zich voorbij liet gaan voor een plek aan de desk in de volgende ronde. Vervolgens gaf Marga bij de laatste vraag van ronde 1 het juiste antwoord en besloot zij plaats te nemen achter de desk. Dit leverde nog eens 1.000 euro op. De snikker Dividotie voer deze week weer over het Stadskanaal met een prominente gast aan boord. Wij namen een kijkje bij het gerenoveerde schip. Ja, dankjewel. Ja. Hè. Nou, nog een stroom door. Waar gaan jullie heen? Stroom door. Koffie is klaar. Volgens mij staat daar een... Ja, is al gebeurd. Volgens mij zijn het gebeurd. Als het goed weet, vertrouwen we hem al. Anders moet het beter even sluiten. Ja. Met Arubegezius, u praat vandaag mee met de Ja. Geeft u een beetje zin? Jazeker, tuurlijk. Ja, hartstikke leuk. Het is mooi weer voor de tijd van het jaar, dus het is droog. Waarom gaat u als wethouder eigenlijk mee? Nou, we kregen een uitnodiging vanwege het feit dat de hele Dividotie dus is gerestaureerd. Ze hebben, dat zult je ongetwijfeld weten, diverse fondsen aangeschreven. Heeft veel geld gekost. Wij hebben daar volgens mij ook nog een steentje aan bijgedragen. En nu is hij weer helemaal gerestaureerd en vandaar die uitnodiging. En van die uitnodiging maken we dus gebruik. En hoe lang is die Dividotie in restauratie geweest? Ik dacht 1,5-2 jaar ongeveer. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Het is natuurlijk wel een beetje het symbool van het kanaal, van het kanaal. Wat vindt u van het resultaat? Ja, nee, voortreffelijk. Ik heb al, ik was zojuist net al even aan boord gegaan. De bedoeling is dat ik straks naar voren ga. En dan zal ik er even verder bekijken. Maar zo wat je op het eerste oog ziet, dan ziet het er weer voortreffelijk uit. Ja. Nou, we wensen u een behouden vaart. Ja, dat zeggen ze dan, hè. Nou, het is hier niet zo breed.
Stichting Bochdijk heeft de voor zaterdag 19 september aanstaande geplande oldtimer toerrit van de agenda gehaald in verband met de coronamaatregelen en de vele aanmeldingen van oldtimers. De drive-in openluchtbioscoop op 18 en 19 september gaat wel door op het evenemententerrein in Borgerswold. De Boch & Roll Drive-in is een alternatief voor het Boch & Roll evenement dat de Stichting Bochdijk jaarlijks organiseert op het Museumplein en dat wegens de omstandigheden rondom corona deze zomer niet kon plaatsvinden. In het AZC in Musselkanaal zitten weer reguliere asielzoekers. De groep met coronabesmette asielzoekers uit Delfzijl is vertrokken en afgelopen maandag kwam de eerste groep reguliere asielzoekers aan. Er verblijven nu 120 asielzoekers in het AZC in Musselkanaal, allen afkomstig uit Weert, waar het AZC wordt gesloten. Het oude verzorgingscentrum De Heggerank heeft nu weer de functie die het had van 1993 tot 2018, een opvangcentrum voor asielzoekers. Het AZC gaat plaats bieden aan 428 vluchtelingen. De gemeente Stadskanaal heeft met het COA afgesproken dat er kansrijke asielzoekers en asielzoekers uit onveilige landen worden opgevangen. Verschillende inwoners van de gemeente Borgerdoorn zijn door een externe partij opgelicht toen ze online een afspraak wilden maken bij de gemeente. Deze partij rekende €19,95 voor het maken van een afspraak. De gemeente zegt op hun website dat een afspraak maken niks kost. Als er betaald moet worden voor bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of een identiteitsbewijs, gebeurt het altijd aan de balie in het gemeentehuis. Aan de Prins Bernhardlaan in Veendam is geen tekort aan tandartsen. Mede door het stageprogramma, waarmee bijna afgestudeerde tandartsen de laatste kneepjes van het vak leren en de uitstraling van een zeer moderne nieuwe praktijk, zijn er maar liefst 6 tandartsen gaan werken in Veendam. De eerste nieuwe namen zijn de zoon van tandarts Sebastian van der Wal, Marco, en Annelie de Roo uit Stadskanaal. Vervolgens kwamen Jesper Overweg uit Assen en Rutger Vreeman uit Winterswijk. In de zomer maakten Roelof van der Riet uit Bedum en Sharon Lutmer uit Groningen het team compleet. Voetbalclub SJS krijgt een nieuw kunstgrasveld met een wel heel bijzondere geschiedenis. Wij gingen langs bij SJS om te vragen hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Mark, jij bent de voorzitter van SJS. Jullie krijgen een nieuw kunstgrasveld. Deze is een klein beetje verouderd die we hier zien. Hoe oud is die precies? Dit is 15 jaar oud. Het nieuwe veld heeft een mooie allure, heb ik gehoord. Waar komt die precies vandaan? Ja, we krijgen het kunstgrasveld wat in het stadion van Heracles Almelo lag. Dat is best wel een mooi veldje, lijkt me zo. Ja. Hoe komen jullie daar eigenlijk aan? Nou, wij zouden afgelopen zomer al overgaan tot vervanging van het veld. Toen kwam de gemeente Stadskanaal met het verhaal dat ze toch keuzes moesten maken om een aantal dingen wel qua investeringen door te laten gaan, een aantal zaken niet. Toen werd het uitgesteld. Wij kunnen uiteindelijk niet zonder dit veld. Dus we zijn heel intensief gaan samenwerken met de gemeente en kijken van, hebben we alternatieven en kunnen we daar misschien iets mee. Toevalligerwijs kwam de gemeente in contact met Ten Kate, een leverancier van het kunstgras. En zo kwamen we bij Heracles Almelo uit. Wanneer wordt het veld gelegd? Vanaf maandag gaan we starten. Hoe lang gaat het ongeveer duren? Ongeveer 3 tot 4 weken en dan kunnen we gelukkig weer gebruik van maken. Ja. En jullie gebruiken het veld nog wel, deze? Nee, wel voor trainingen, maar voor officiële wedstrijden is het veld afgekeurd door de KNVB. En wanneer starten jullie met de officiële wedstrijden op het nieuwe veld? Ik hoop dat dat in het weekend van 10 oktober weer gereed is om hier ook wedstrijden op te mogen spelen. Eerst nog een beetje inlopen en dergelijke? Ja, nou ja, uiteindelijk moet er van alles gebeuren, hè, want de rubberen korrels, dat moet allemaal afgevoerd worden en genoeg werkzaamheden, dus vandaar 4 weken. Er is weer volop gevoetbald dit weekend. We laten u nu de uitslagen zien van de gespeelde wedstrijden van zowel de heren als van de dames.
Dan zijn we aangekomen bij het weer. Peter praat ons bij of het heerlijke nazomerweer van vandaag zich voortzet. 1 op maandag, het weerbericht voor de komende week bij RTW 1. Afgelopen week hadden we al een beetje voorproefje van die mooie nazomer. Zaterdag, zondag was al niet bewolkt, maar de zon liet zich al zien. Temperaturen waren al richting 26, 27 graden. En s'avonds was het al lekker zwoel warm. De rest van de week ga ik je vertellen, want vanaf morgen dinsdag wordt het een stralende week. De hele week zal de zon aanwezig zijn en strak blauwe hemel te zien. En het blijft ook echt warm, rond de 28, misschien wel 30 graden. De hele week tot volgende week vrijdag aan toe blijft het subtropisch warm. Betekent ook s'avonds geen kans op onweer en lekker lang buiten zitten. En lekker genieten op het terrasje. En misschien is die barbecue nog een keer pakken. Volgende week maandag ben ik er weer. 1 op maandag. Pas volgende week weer. Bye bye. Dit was 1 op maandag voor vandaag. Check voor meer nieuws onze website rtv1.nl. Volg ons via Facebook, Twitter en Instagram. En u kunt altijd even een berichtje sturen naar studio@rtv1.nl. Voor nu wens ik u een fijne avond en uiteraard vrijdag zijn we er weer met 1 op vrijdag en volgende week weer met 1 op maandag.